Oké. Okay. Oh, maar het zit helemaal weer goed aan. Ik heb een bericht. Wat een moeite. Ja. Oké. Nou, we proberen het gewoon. Maar toen was er enige verwarring toen we helemaal op het terrein waren, want gingen we... Wil je ook zwaaien in de camera? Die bezetten? Of gingen we die bezetten? Of gingen we die twee waar we net vandaan zijn gelopen, die achter deze berg rotzooi staan? Oké, iemand zegt ja beter. Oké, cool. Thanks. Nice. Dankjewel. En toen hebben we ze gewoon alle vier bezet. Ja, want als je met 300 mensen bent, hè, dat is het leuke aan met zoveel zijn. Ja. Als je met 300 mensen bent, dan kan dat gewoon. En daardoor zou het super tof zijn als we volgend jaar met 1000 mensen zijn. Iedereen neemt een buddy mee. Want iedereen neemt een buddy mee, want dan zijn we verdubbeld. Ik ben bijvoorbeeld niet gekomen met de persoon waarmee ik gepland was te komen, omdat die iets had aan haar benen en toen mijn trucken moest lopen. Oh, dus dat niet zo handig was. Maar als je er volgende keer bij bent, Sophie, super cool. Maar als we volgende keer allemaal één iemand erbij mee hebben, hebben we er al 600. Ja. Dus dat is super vet. En als iedereen die nu reageert op de dingetjes erbij is, dan hebben we er 602. Dus dat is ook super vet. Want hoe meer mensen, hoe meer vreugd. En dan kunnen we misschien niet alle... Dan kunnen we in plaats van alle granen op één plek, misschien wel meerdere plekken bezetten. Ja, er is van alles mogelijk. Is van alles mogelijk. Ook nog eens nog geen doelwit voor volgend jaar. Dat gaan we weer met z'n allen beslissen waar we naartoe gaan. Wordt dat met z'n allen beslissen als dit jaar? Ja, dan gaan we een dag gezellig met elkaar zitten, praten. En het is heel interessant om te zien als je met 100 mensen bent. Yeah. Dan heb je allerlei verschillende trucjes en soort van kleine spelletjes om te zien hoe mensen tegen verschillende dingen aankijken. En dat proces meemaken is al gewoon interessant. Ja, ik vond dat zelf ook heel interessant. ik ben er maar een paar keer bij geweest. Ik heb wel eens met andere actiegroepen vergaderd en dat duurde uren. En dan dacht ik altijd, waarom doen jullie zo irritant, veel te radicaal? En als in niet radicaal in de zin van dat ik tegen radicale dingen ben, maar radicaal in de zin van, ha, ik ben anarchistischer dan jij, dus ik luister niet. Dat was bij alle klimaatvergaderingen waar ik was niet. Er waren wel mensen die anarchistisch waren, die anticapitalistisch waren. Misschien zelfs mensen die verdwaald groen rechts waren. Was eigenlijk iedereen was er. Of tenminste, mensen van allemaal verschillende achtergronden waren er. En dat maakte eigenlijk dat niemand op een hele irritante manier hakken in het zand zette om te laten zien, ik ben heel veel stoerder dan jij. Maar dat maakte dat er allemaal belachelijke soort van vergadervormen waren. Als de fishbowl. En wat was het nog meer? Wat voor manieren? De spectrumlijnen. De spectrumlijn. Wat is de spectrumlijn? De spectrumlijn is, je kan hem als een lijn doen dat je links hebt bijvoorbeeld de ene kant van de stelling. Zoals ik vind appeltaart heel lekker en aan de rechterkant ik vind appeltaart heel vies. Oh, en dan zie je waar iedereen staat. En dan zie je waar iedereen staat. En je kan er ook nog een dimensie aan toevoegen. Bijvoorbeeld toen we dachten welk doelwit gaan we uitzoeken, hadden we de Amsterdamse haven, de Rotterdamse haven. We hadden de gasconferentie in Amsterdam. En we hadden nog eentje die ik groot vergeten ben. En toen hadden we spectrumlijnen van wil je meedoen met de actie als we dit uitkiezen. En wil je meehelpen organiseren als dit het doelwit wordt. En als je dan rechtsboven gaat staan, dan wil je meedoen en organiseren. En als je linksonder gaat staan in de ruimte, dan wil je niet meedoen of organiseren. Ja. En dan kan je dus ook gaan praten van waarom. En als je dan iets goeds hoort, dan kan je ook verschuiven van, oh, als nu ik dit argument heb gehoord. Ah, thanks. Wil ik wel mee helpen organiseren en dan loop je daar naartoe. Dus dat is heel interessant. Oké, cool. Beetje afgeleid. Ik liet net iets vallen. Ik vertel later ooit nog wel wat aan mijn moeder of zo. Als je trouwens achter ons kijkt nu, dit apparaat stond op onze eerste poster en flyer van Save the Date, 24 juni. Ja, best wel grappig dat iedereen de hele tijd vraagt, wat was dan precies jullie doel? Kunnen jullie vertellen waar jullie heen gaan? Ik wist het ook niet hoor. Ik zou dat gebouw niet eens herkend hebben, want ik ben er nooit eerder geweest. Maar dat we dan toch gewoon precies hebben gedaan wat blijkbaar beloofd werd op de flyer. Ja, ja. Best wel cool. Meer bij toeval dan... Dus ja.
direct afgevoerd? Want jullie komen dan ik geloof dat ik gebeld word door iemand van het mediateam. Oké. Dus deze schokkerige bedoeling wordt weer beëindigd. Tot later, ooit. Tot later, kom maar naar ons kamp. Het is super leuk. Jullie zijn heel